Heel hartelijk welkom bij een nieuwe podcast van Sociëteit Vastgoed. Wij nemen jullie vandaag heel graag mee op een bijzonder onderwerp, maintenance en facility in de vastgoedsector. Op 28 februari 2023 gaan we hier een fantastische meeting over organiseren bij onze gastheer CBRA in Amsterdam. En we gaan het hebben over de vastgoed lifecycle van maintenance en facility. Wat zijn de gevolgen van de ontwerpbeslissingen in de lifecycle, onder andere voor maintenance en facility? Wij nemen jullie heel graag mee tijdens deze podcast op een kennissessie. En aan de hand van de experts gaan we jullie meenemen op wat je kunt verwachten tijdens deze meeting. Want er zijn ontzettend veel details die van belang zijn voor de workplace en de waardering en rendementen van jouw vastgoed. Heel graag stel ik aan jullie voor dagvoorzitter Gert-Jan Hofs, Jan van der Hoge, Pieter Dokter en Abe van Herwaarden. Heel erg fijn dat jullie erbij zijn en ik geef het woord heel graag aan jou, Jan. Dankjewel, Claudia. Nou, omdat we natuurlijk altijd maar een beperkte tijd voor de podcast hebben, schieten we er maar gelijk even in. Gedurende onze bijeenkomst in Amsterdam zal de rode draad de lifecycle costing zijn, de levensduurcycluskosten van een gebouw. En wie anders dan Gert-Jan, die ons daar de hele dag zal moeten begeleiden, kan ons nu even heel kort uitleggen wat er nou met lifecycle costing bedoeld wordt. Ja, nou dat wil ik best proberen. Misschien even goed om nog een kleine introductie te geven hoe we nou eigenlijk bij dit onderwerp gekomen zijn. We waren eigenlijk met elkaar in gesprek en we kwamen tot de ontdekking dat er heel veel kosten eigenlijk onvoorzien zijn. Vanaf het ontwerp tot en met zeg maar de werkelijke gebruik van het gebouw. En dat die kosten een enorme factor zijn in het verschil tussen de bar en de nar. En we dachten van het is best eens interessant om daar eens wat verdieping in te zoeken. En zodoende zijn we hier om met deze sessie verder in te vullen. En zullen we ook die dag dat verder toelichten. Maar het belangrijkste is dat we doen allemaal investeringen om een mooi gebouw te creëren. Daar worden allerlei experts bij gehaald. En toch missen we vaak een paar belangrijke dingen die een enorm effect hebben in de gedurende de hele lifecycle van het gebouw. En die eigenlijk continu voor kosten veroorzaken. Die eigenlijk niet voorzien zijn en die wel druk leggen op je rendement. En daar wilden we het eigenlijk verder op ingaan deze sessie. Oké, okay, mooi. Ja, nou dat is wel een hele korte en krachtige definitie. Daar zijn we blij mee. Het is denk ik ook wel duidelijk. Nou even nog, Gert-Jan, toch nog een verder vraagje erover. Want als je natuurlijk naar je noemde het al, er gebeurt van alles in de levensduurcyclus van een gebouw, hè, van A tot Z. En wat je daar natuurlijk ook in hebt, zijn een aantal aantal verschillende stakeholders die zo af en toe ook, laat ik het maar voorzichtig zeggen, niet altijd de belangen dezelfde richting uit hebben in de performance van een gebouw. Heb jij een soort, of kun je een soort gemeenschappelijke deler noemen die we dadelijk kunnen gebruiken in het verdere gesprek? Die voor iedere stakeholder in dat hele levensduurcyclusproces van belang zijn. Is er een soort totaal omvattend element wat bij iedereen eigenlijk bovenaan de agenda zou moeten staan? Ja, vooral de lange termijn gerichtheid van het gebouw. Kijk, wat we zien is dat bij de creatie en de ontwerp zitten er toch een aantal mensen met een relatief korte termijn visie. In het proces. En dat zou bijvoorbeeld een architect kunnen zijn, hè, die op dat moment een gebouw ontwerpt wat er ontzettend mooi uitziet, maar misschien niet even goed nadenkt over wat het dan eigenlijk doet in 30 jaar tijd om het allemaal in stand te houden. Dus maar een voorbeeld, want er zijn natuurlijk architecten die er wel goed rekening mee houden, maar soms wordt daar gewoon een vergissing gemaakt. Maar de gemene deler is eigenlijk als je zo'n ontwerpproces start, dat je met z'n allen eigenlijk kijkt ook naar de lange termijn effecten in de OPEX, de operationele kostenopbouw, en hoe je dat zo goed mogelijk ook onder controle kunt houden. Je kunt beter een klein beetje extra CAPEX investeren, dat verdient zich over het algemeen enorm goed terug in de hele lifecycle. Misschien nog even een kleine opsomming van de operationele kosten. Kijk, verzekeringen, gas, water, elektra, dat soort zaken, die zijn allemaal wel redelijk goed voorzien. Maar onderhoud en beheer, ja, die zijn, ja, daar zitten toch iedere keer weer bijzondere verrassingen in.
Ja, ja, helder. Ik, ja, zie, ja, ik zie hier Abe heel erg knikken. Dus volgens mij zit je uit de popelen om hier iets over te zeggen. Nee, ik herken een hele hoop wat Gert-Jan zegt. Je ziet vaak, zeker nu, zeker op dit moment. Vanuit mijn vakgebied en expertise kom ik natuurlijk veel bij klanten en bij kantoren. En je ziet ook inderdaad dus veel kantoren leegstand in die zin. Mensen werken nu op dit moment graag thuis. Dat is gewoon een probleem op dit moment, een problematiek waar bedrijven mee worstelen. Hè. Hoe krijg je werknemers weer terug naar kantoor? Nou, dat is volgens mij dan geen mooier voorbeeld dan dat. Want dat hadden we natuurlijk nooit kunnen voorzien voor de pandemie. Dat je dus over vastgoed beschikt wat eigenlijk deels leeg staat. En hoe ga je daar dan ook mee om? Als je dan nu een vraagstelling zou hebben van lifecycle costing. Hoe ga je dan mee om met zo'n pand? Hè? Dat wordt anders gebruikt straks. Hoe ga je om met onderhoud? Hoe ga je om met facility management kosten? Hoe ga je om als je dus nu een nieuwe pand gaat bouwen? Hè? Ga je dat circulair bouwen? Of kies je er toch voor om te bouwen en op een gegeven een nieuwe bestemming te geven? Ja, al die dingen spelen nu een rol met, in de huidige markt. Hello. Absoluut. Ja. Herken jij dat, Pieter, ook? Dat de life cycle eigenlijk, door de pandemie dan op een andere manier invulling krijgt? Dat zeer zeker. Je ziet dat hybride werken natuurlijk steeds meer voorkomt, waardoor kantoorpanden leeg komen te staan. We zien ook dat kantoorpanden een andere bestemming krijgen, bijvoorbeeld voor woningen of voor zorg. Maar ik wil toch nog even een stapje terugmaken. Kijk, wij zijn natuurlijk een facilitair dienstverlener die uitgehuwelijkd wordt aan een pand op het moment dat wij het moeten gaan verzorgen en onderhouden. Dat is dan onze taak. En wij moeten dealen met de situatie hoe het pand uiteindelijk door de eigenaar is opgeleverd. Ja, daar heb ik toch wel heel veel ervaringen mee gehad. Dat het ook op een niet goede manier gedaan is met betrekking tot exploitatiekosten. Ik weet dat er is ooit een Amerikaans bouwkundige geweest, meneer ingenieur Veldman. Die heeft dat ook onderzocht. En die zei ook van ja, als we gaan besparen op de ontwikkelingskosten, dus de bouwkosten. En nou, hij kwam op een getal van 10%. Dan zal het uiteindelijk kunnen gaan leiden tot 25% verhoging van de exploitatiekosten. En dat is ook iets wat wij steeds zien. Dus wat hebben wij gedaan? Ja, we hebben een adviesorgaan die ontwikkelingspartijen en ook architecten kunnen helpen tijdens de ontwikkeling van het pand. En dat doen we dan puur vanuit onze optiek, vanuit het facilitaire oogpunt. En wij kijken dan naar een aantal kernwaarden. Dat is bijvoorbeeld het ontwerp. Is het pand goed bereikbaar? Zit er een slimme indeling in? Dat doen we op het gebied van preventie, op het gebied van materiaalkeuzes. Dus stel dat je een pand hebt met een stuk glas wat niet bereikbaar is. Zorg dan voor vuilafstotend glas. Allemaal van zulke soort waardes. Afwerkingen van materialen. Dus wat ik nu zie, en dat vind ik wel heel erg mooi, is dat wij aan de voorkant al worden betrokken bij een ontwikkelingsfase. Ik ben nu bijvoorbeeld bezig bij een pand in Haarlem. Dat is het voormalig VNU-pand. Dat heet Ceylon Poort. Dat heeft geen voorzieningen. 14 etages hoog. De glasvoorziening en gevelreiniging moet met een torenkraan worden uitgevoerd. Die partij, Cartella is dat, die zit met de gemeente om de tafel. Dus die moet ook een plan maken voor verhardingen. Nou, het is allemaal heel gedetailleerd. Maar op het moment dat wij aan tafel komen, zo heb ik nog meer voorbeelden hoor, fantastische voorbeelden die in de seminar straks terugkomen. Dan kun je daarop anticiperen. En dat scheelt gewoon heel veel kosten. Dus ik vind dat ook fijn dat onze sector al op een vroegtijdig moment betrokken wordt voordat de eerste palen de grond ingeslagen worden. Ja, nou, ik vind het een heel mooi voorbeeld waarin je ziet dat het eigenlijk gigantisch uit de klauwen kan lopen door gewoon simpelweg niet op te letten in het ontwerpproces. Kijk, het is natuurlijk absurd dat je een gevel niet kunt bewassen, dat daar geen enkele voorziening voor is opgenomen en dat je dat met een torenkraan moet doen. Dat moet je in de lifecycle van 50 jaar, moet je dat waarschijnlijk misschien wel 100 keer doen als je 2 keer per jaar die gevel schoon wil maken. Ja. En dit zijn al hele grote voorbeelden, maar elk gebouw kent wel een paar lampjes wat eigenlijk niet fatsoenlijk vervangbaar is. En zo kun je doorgaan.
En de kostenverschillen die daaruit voortkomen, dus zeg maar waarvan je denkt van nou ik heb een bruto aanvangsrendement van 5%, maar je NAR kan daar echt substantieel lager op uitkomen, doordat er dit soort technische ontwerpproblemen in zitten. Dit is overigens maar één van de voorbeelden. Ik denk dat Pieter en andere mensen ook wel voorbeelden kunnen geven van het cultuur in het gebouw, die ook een groot verschil maakt. Hoe gaan mensen om met het gebouw? Misschien hebben jullie daar voorbeelden van. Ja, dan heb je het over de soft factors, denk ik, hè? Ja. Oké. Okay. Nee, ja, belangrijk. Bijvoorbeeld, hoe gaan mensen om met tractaties? Hè, tegenwoordig, gisteren was er een pleidooi dat vanuit het voedingscentrum dat we tegenwoordig maar groente en fruit moeten tracteren. Maar in ieder geval, heel veel gevallen zijn dat natuurlijk sausijzenbroodjes en appelflappen. Ja, iedereen kent het effect van bladerdeeg, maar misschien kunnen daar de experts waar wat van zeggen. Ja, precies. Nou, bij ons is dat, Claudia is ook bij ons op de koor geweest. Kijk, bij ons wij zitten in een oude Peugeot garage, die is omgebouwd tot kantoor. Dus dat is heel erg gericht op werkplekinrichting. Nou is bij ons ook nog eens zeer interessant. We hebben heel veel jonge mensen en die huren in Amsterdam. Dus die hebben ook nog wat te maken met de gasprijzen natuurlijk op dit moment. Dat is ook heel leuk misschien. Dus ons kantoor is eigenlijk altijd heel erg vol. Maar ook heel erg gasvrij. Dus wij werken met data. Heel veel met data. Niet alleen voor temperatuur, maar ook voor aanwezigheid. Dus bij ons is het eigenlijk normaal dat je aanmeldt via onze app. Dat heet Host. En op basis daarvan zien we de bezetting in het pand. Maar ook de keuken weet precies hoeveel maaltijden ze moeten maken. Nou, maaltijden bij ons bestaan eigenlijk altijd uit gezond eten. Laten we zeggen 80-90%. Dus dat is eigenlijk gewoon altijd salade of een broodje. Soms een snackje. Maar je ziet dus wel dat ons kantoor heel erg gericht is op socializing. En een gezonde werkplek. En daarmee heb je dus ook hogere productiviteit van je medewerkers. Je ziet dus echt dat ons kantoor eigenlijk heel veel mensen aantrekt. Dus ik durf zelfs te stellen op dit moment. Ik moet echt iedere ochtend kijken van, kan ik nog een plekje vinden? Want het kantoor is vol. Dat is natuurlijk eigenlijk een heel goed teken. Ja, het heeft te maken met dus de aantrekkingskracht van je kantoorinrichting, van je werkplek. Ja, maar het heeft denk ik met meer nog te maken, want het heeft denk ik met dat kapitel denk ik wel beantwoorden. Voor mijn gevoel is het ook niet alleen de kantoorplek, maar gewoon het hele gebouw aan zich moet natuurlijk op de een of andere manier kunnen voldoen aan die behoefte van, laten we het even well-being noemen of zo. Hè? Zo noemen wij dat bij ons op het kantoor. En hoe kun je nou een gebouw eigenlijk het beste die werknemer laten faciliteren? Ik bedoel, leuk meubilair en een hangplek. Bij ons is dat inmiddels een hangplek voor ouderen met een gemiddelde leeftijd van bijna 45 jaar. Maar overal heb je natuurlijk faciliteiten die je in het gebouw biedt. Maar het gebouw zelf moet natuurlijk aan de kijk naar de hard factors van klimaat en zo toch ook optimaal zijn, Pieter. Ik weet niet, hoe zie jij dat vanuit facility management? Ja, nou goed, ik zie dat is natuurlijk per organisatie is dat verschillend. Als ik kijk, we werken ook voor veel internationale partijen. Die hebben veel experts hier. Ja, die zijn best wel goed gefaciliteerd. Hè? Het is bijna een secundaire arbeidsvoorwaarde dat je kan sporten op het werk. Dat er allerlei ontspanningsactiviteiten aanwezig zijn. Dat ligt helemaal aan de sector en het segment. Wat voor mij toch wel een beetje boven water staat. Wat belangrijk is denk ik dat je ontwikkelt een gebouw. Je hebt daar een bepaalde termijn, heb je voor afgesproken. Nou, Gert-Jan die had het al over over de capex en uiteindelijk wat moet het gebouw gaan opbrengen en wat mogen de uiteindelijke kosten zijn na 10 of 15 jaar. Ja, daar heb ik wel wat ervaring in dat kosten wel behoorlijk uit de pan zijn gevlogen. Met name door gewoon niet goed na te denken hoe het gebouw verzorgd en onderhouden moet worden. Dat is dan even vanuit mijn optiek. Ik heb een heel mooi voorbeeld. Zuidas, Amsterdam. Daar heeft Chanel... heeft daar een fantastisch mooi pand ontwikkeld. Misschien wel bekend, Duizendmaler, staat op de hoek. Ik geloof dat Loetje zit daaronder, dus dat kennen we. Grote glaspartijen zitten daarin, in dat pand. En daar zit een
een natuurstenen ombouw zit daarop en die is losgemaakt van de gevel. Nu zit daar geen afdichting in, dus wat is nu het geval? Bij regen, bij bewassingsmomenten, stroomt het water van boven naar beneden. Nou, in regenwater, dat weten we allemaal, daar zit heel veel alkalische stoffen. Er zit kalk in, daar zit kiezelzuur in. Als dat langs de gevel uiteindelijk weer op dat glas terechtkomt, na iedere regenbui, dan gaat dat invreten in het glas. En voordat je het weet, heb je dus glas wat aangetast is, wat dan geëtst moet worden. Ja, dan praat je bij zo'n pand, ik zal geen getallen noemen, maar dan zit je bijna op de investeringswaarde van het glas. En dat al na 4-5 jaar. Dus ja, als zo'n pand bijvoorbeeld bedoeld is om daar 20 jaar te staan, ja, dan heb je al een enorme bloeder in je exploitatie op dat punt. En dat had voorkomen kunnen worden in mijn ogen. Nou, dat is dan één klein voorbeeld. Maar komt dat, Pieter, doordat dat er van tevoren eigenlijk dan niet met de juiste partijen aan tafel wordt gezeten? Eigenlijk al in de aanvangsprojecten? Dat verwacht ik wel. Ik denk dat er heel veel expertise is hoor, bij ingenieurs en bureaus en bij ontwikkelpartijen. Maar ik zou eigenlijk nog een stap dieper willen gaan en echt die facilitaire partner die dagelijks al, nou, ik bedoel, sommige bedrijven hebben een opgebouwde ervaring van 30, 40, 50 jaar. Ga eens met hun aan tafel zitten, met die partijen uit de softsector. En leer daarvan en ga een dialoog aan. En ik denk dat dat heel waardevol is. Het enige aspect wat erbij komt kijken is dat je wellicht concessies moet gaan doen in je esthetische vorm. En dat is nog wel eens lastig voor sommige architecten. Dus daar zit wel een spanningsveld, verwacht ik. Ja, ja. Ja, dit vind ik eerlijk gezegd ook een voorbeeld van een bouwfout gewoon. Het gebouw is nauwelijks een paar jaar oud en vertoont dan al grote problemen, zeg maar, in de lifecycle van één component, namelijk de glazen delen van de gevel. Daar is wel, zeg maar, juridisch denk ik kaas van te maken dat gewoon hersteld moet worden. Maar het is zeker een punt van niet opletten en wat gevolgen heeft in de kosten van je lifecycle van je gebouw. Dus dat is zeker weer een mooi voorbeeld. Dit zijn eigenlijk toch wel dingen, vind ik, die hebben met vakkundigheid te maken. Maar misschien een ander voorbeeld wat ik wil geven is dat soms een gebouw door in een bepaalde omgeving te plaatsen, waarbij je niet realiseert dat daar extra kosten bij komen. En dat kan zijn omdat er bijvoorbeeld veel bomen in de buurt staan, kan zijn omdat er een vluchthaven in de buurt is. Zo heb ik bijvoorbeeld begrepen dat de schoen op de Zuidas, ja, toch wordt er regelmatig door vliegtuigen wat kerosine gelost. En omdat dat ding helemaal van glas is, ja, moet die gewoon veel vaker gewassen worden dan dat ze vooraf ooit hadden voorzien. Ja, ja, ja. En dat zijn, ja, onvoorziene zaken. En als je dat niet goed mee kunt nemen in je operationele calculaties vooraf, dan kan het als belegger zijn toch wel eens vies tegenvallen wat je aan rendement op zo'n pand kunt maken. Ja, wat betekent dat, Abe, als je daarnaar kijkt? Hè? De dergelijke kosten voor een pand. Wat dat eigenlijk betekent? Want dat moet je dus allemaal aftrekken van de inkomsten. Dan gaat natuurlijk de rendementoptimalisatie er heel anders uitzien. Ja, zeker. Maar zoals Geert-Jan ook al netjes aangeeft, je kan niet alles voorzien. Hè? Dus uiteindelijk zie je dus ook hier eigenlijk als conclusie, je moet de juiste partijen en de juiste mensen tijdig bij elkaar brengen. Kijk, vanuit mijn tak bij CBRE, ik zit natuurlijk heel erg aan de facility management tak. Hard services, soft services. Mijn collega's zitten veel meer natuurlijk aan de kant van gebouw, locaties, beleggingswaarde, et cetera. En in hoeverre daar heb je dus ook de omgeving deskundigen nodig. Want ja, wat Geert-Jan zegt, ik kan niet aan de voorkant bedenken dat de kerosine wordt geloosd. Chanel een issue heeft bijvoorbeeld met glas. Ja, als ik noem maar even Moby Dick zie van het oude ING-gebouw in Chanel, dan zit veel glas. Ja, tuurlijk heb ik daar meteen, vind ik daar iets van. Ik denk, ja, waarom doe je dat? Want dan moet je schoonmaken. Maar als iemand dan zegt, ja, heb je over nagedacht over de impact van regenwater naast de Zuidas, naast de snelweg, wat veel meer impact heeft. Ja, ik denk niet dat mensen er 1, 2, 3 over nadenken. Dus je ziet dat je eigenlijk veel ook verder moet kijken. Wie hebben we allemaal nodig om de juiste beslissing te nemen voor het eindresultaat? Ja, het pleidooi is wel duidelijk, ja. En overigens, Gert-Jan spreekt dan over een bouwfout.
Ik denk eigenlijk dat een bouwfout of niet, de architect kan het bedacht hebben. Hè? Vanuit architectonisch oogpunt kan een architect iets bedenken. En daar is natuurlijk eigenlijk de input van de property en de facility manager is van evident belang. Een prachtig voorbeeld. We zijn toch op de Zuidas bezig, Pieter. Nou, dan daar hebben wij de prachtige gebouw The Rock. En daar heeft die architect ooit eens een keer vroeger bedacht van, joh, de eerste twee regels van het... van de Nederlandse grondwet, die moeten verwerkt worden in het glas rondom de gevel. Ja, ja, nou dat is. Maar het krankzinnige ervan is dat je natuurlijk op dat moment zit er niemand bij die zegt van joh, maar wat betekent dat nou als glas kapot gaat? Er is dus een hele grote loods in Amsterdam, waar gewoon nog een keer die complete glaspartij staat. Want als er namelijk één gevelelementje glas kapot gaat, dan moet dus per se diezelfde letter die erin geëtst is, die moet weer op die plek terugkomen. Oeh. Want anders, ja, nee, maar dat is natuurlijk... Dan staat de tekst er niet meer. Precies, anders klopt de tekst van de grondwet niet meer. Nou, en dat betekent natuurlijk dat je krijgt daar waanzinnig veel kosten. Want het is precies wat Abe zegt. Het staat langs een snelweg, het gaat kapot, er gaan vliegtuigen overheen, er wordt kerosine geloosd. Ik bedoel, geen enkele architect die erover nadenkt. En hadden ze nu, zeg maar, Pieter, jouw bedrijf en Abe, jouw bedrijf aan tafel gehad, dan had er in ieder geval iemand kunnen roepen van, nou ja, joh, mooi, leuk bedacht, beste architect. Maar ja, dit gaat hem voor de operationele kosten gedurende de levensduurcyclus natuurlijk niet worden. Dus ik vind dat wel prachtige voorbeelden. Ja, waar het echt fout gaat, is de Zuidas, hoor. Echt, bij alle gevallen. Maar het is eigenlijk exact, er zijn natuurlijk lifecycle costing, hè, dit. Ik bedoel, je kan aan de voorkant, en dat is vaak wat je ziet met uitvragen. Er wordt heel erg gefocust op de aanschafwaarde. Maar er wordt niet verder gekeken van, joh, stel dat het stuk gaat, kan je het snel leveren, noem maar op. Tesla doet het natuurlijk niet anders, hè. Leuke Tesla auto, maar als het stuk gaat, moet je wel bij Tesla laten maken. Je kan niet even naar een garage op de hoek doen, even een nieuw plaatje erin. Dus ja, daar moet je wel naar kijken. Alleen daar moet je dus ook de ruimte voor krijgen in uitvragen. Want anders wordt er gewoon gezegd, joh, hij is goedkoop, we nemen hem wel even. En achteraf, ja, goedkoop is misschien duurkoop. Hè, maar daar loop je wel tegenaan. En in hoeverre worden dergelijke proof of concepts, worden die meegenomen in nieuw te bouwen gebouw? Merken jullie daar iets van? Dat daar, oh hemel, niet. Het zou wel mooi zijn. Dus op dit moment is dat wel een actuele discussie die Hugo de Jong probeert op te werpen. Dat we telkens bij een ontwerp niet weer helemaal het wiel proberen uit te vinden. Maar goed, onze architecten in Nederland en ook elders in Europa en de wereld worden wel opgeleid om telkens een uniek stukje kunstwerk te maken. En dat doen ze dan ook. Dat is hun visitekaartje. Ze zitten daar vaak toch korte termijn gericht in. Namelijk een mooi beeld maken wat voldoet aan het pakket van eisen van de opdrachtgever. Alleen de lange termijn, de hele technische levensduur van het product, wordt daar vaak toch niet in meegenomen. En we blijven dus telkens de nieuwe oplossingen bedenken. En die architecten gaan niet bij elkaar shoppen. Sterker nog, dat wordt ook een beetje gezien als plagiaat als je dat zou doen. Dus dat is een heel lastig gegeven. Maar we moeten er veel praktischer in zitten. Ik denk dat bijvoorbeeld in Duitsland dat toch wel veel praktischer aangepakt wordt. Maar misschien kan Jan daar iets over zeggen. Ja, nou ja, daar heb je in ieder geval wel, het maakt het wel saaier, laat ik dat even vooropstellen, want zeg maar waar onze kantoren zitten van het bedrijf waar ik werk, dat is natuurlijk in het bankenkwartier van Frankfurt, en daar lijkt gewoon eigenlijk bijna ieder gebouw op elkaar, het is gewoon vierkant, en het is van boven tot onder glas, het liefst ongeveer 40 verdiepingen. Want ja, je moet wel het grootste gebouw proberen te hebben van iedereen, maar daar zit wel een zekere monotoniteit in het bouwen. Daar zie je wel heel veel dezelfde soort gebouwen met hier en daar wel een ander hoekje en zo. Daar heb je niet van die prachtige kunstwerken die we in Amsterdam allemaal bedenken. En met alle respect voor meneer Ito en meneer Vinolie en de oude Rijksbouwmeester Piet de Bruin. Het zijn gewoon echt, en je weet, wij bezitten een groot deel van de gebouwen op de Zuidas. Het is door deze afwijkende individuele architecturen die daar toegepast worden. Er is gewoon geen gebouw op de Zuidas wat niet onderhoudstechnische problemen heeft. En wat niet gewoon OPEX heeft die gewoon veel meer zijn dan de gebouwen die wij in Duitsland hebben. In Duitsland is gewoon een vierkant blok.
En als je maar zorgt voor een goede glasbewassingsinstallatie, dan hou je het helemaal goed. Het is allemaal dezelfde stramienmaten, geen rare detailpunten, geen rare bochten. Dus daar heb je volkomen gelijk in, Gert-Jan. Maar de Zuidas is het schoolvoorbeeld van de mooiste architectuur in kantoren ter wereld. En tegelijkertijd ook het meest duur en het minst optimaal in het rendement. Ja, ja, ja. Ja, bizar. Maar Gert-Jan, jij geeft ook hier lezingen over en les op de hogeschool. Ja. Worden de studenten hierin meegenomen op deze proven concept, dat het ook anders kan? Nou ja, kijk, de colleges die ik dan mag verzorgen, deze topic wordt daar natuurlijk goed toegelicht. En dat ze heel goed op bedacht zijn dat op het moment dat een gebouw opnieuw ontwikkeld wordt, dat er mensen vanaf het begin af aan meekijken en dat het ook in het pakket van eisen komt bij die architect, dat er over dit soort zaken goed nagedacht moet worden. En dat wordt in de loop van de tijd natuurlijk wel beter. We hebben bijvoorbeeld ook een veiligheid. Hè? In ontwerpfase moet je al rekening houden met de veiligheid van het gebruik van het gebouw in de toekomst. Dat was vroeger eigenlijk ook helemaal niet. Dat gebeurt nu tegenwoordig wel. Maar dit soort praktische implicaties, gek genoeg zien we nog steeds allerlei gebouwen met enorme hoeveelheden glas ontstaan. Terwijl het natuurlijk absurd is, omdat je dat in de zomer moet je dat allemaal terugkoelen. Zijn we tegenwoordig, wordt er triple glas ingezet. Als je erachter zit, dan was het heel snel lekker warm in je gebouw. Maar in de zomer is het gewoon eigenlijk 3 maanden bijna niet te gebruiken, als je geen airco zou hebben. Ja, en dat is natuurlijk wel wonderlijk dat we dat nog steeds zo doen. Of je moet en is het op te lossen met sensoren en dergelijke? Dit soort... Nee, de zon straalt gewoon in. Het enige wat je kunt doen is zonwering aan de buitenkant. En dat moet je in je ontwerp meenemen. Maar dat heeft ook weer onderhoudsimplicaties. Want zonwering aan de buitenkant, dat is gevoelig voor wind. Is gevoelig voor slijtage, voor UV-straling, wat de stof vaak oplost. Dus eigenlijk is de oplossing veel minder glas. Maar ja, leg dat een architect maar eens uit. Dus een klimaatdeskundige daarbij vragen zou geen buiten een omgevingsdeskundige zou geen wilde zijn eigenlijk. Nu zien we natuurlijk dat die gasprijzen, die zijn afgelopen jaar geëxplodeerd, die zijn nu weer terug op het oude niveau. Maar als die zo hoog zouden blijven, dan krabt iedereen zich wel achter de oren als die een nieuw gebouw realiseert. Van hoe ga ik die koeling, want die koeling is vaak een groter probleem misschien dan de verwarming. Okay. Hoe moet ik dat onder controle houden? En doe je dat niet, dan is je gebouw eigenlijk niet geschikt. Want als de temperatuur tussen de 19 en de 22, 23 graden blijft, gaat het wel. Maar gaat die eronder of erboven, dan zakt de productiviteit van je medewerker drastisch in. Ook dat nog, ja. Dus het heeft ook echt direct te maken ook met de tevredenheid van je medewerkers. Tevredenheid, ze werken gewoon meer. Als het 28 graden in het gebouw is, dan doen ze nog de helft van het werk. Dus als je dan 50 mensen hebt, dan doen ze werk als je 100 mensen hebt, dan doen ze werk voor 50. Dus een beetje kun je nagaan wat een enorm effect het heeft. Maar leiden al deze, noem het dan kleine crisisjes of grote crisisjes ook niet tot innovatie, om het even zo te noemen, om erin te gooien? Ik bedoel, houtbouw is nu een beetje in opkomst. Ik kom al jaren in het buitenland. Daar heb ik een Finse vriendin, dus daar woon ik. En ik ben eigenlijk al vanaf 2000 gasloos daar en alles is van hout. Hè. Is het dan niet een reden om te zeggen, we gaan meer houtbouw doen of weet ik wat, hè, in plaats van glas? Want uiteindelijk is het wat je zegt, Gert-Jan. De architecten willen altijd het mooiste pand hebben die in de buurt. Die willen natuurlijk stempel drukken. Die zeggen, kijk, dat pand heb ik gedaan in de Zuidas. Ja, hartstikke leuk. Maar inderdaad, je zegt dus als koeling en verwarming heel duur wordt, dan moet je toch ook zeggen, we gaan iets anders doen. Alleen dat is natuurlijk pas op het moment dat het speelt vaak. Ja, Pieter, hebben jullie dan doen jullie in jullie bedrijf dan ook iets met de digitalisering, met smart building ideeën of zo, waar je probeert een gebouwsturing in te brengen? Kan dat vanuit facilitair oogpunt? Geen idee. Kan wel. Als ik bijvoorbeeld, maar het ligt natuurlijk aan de inrichting van het pand. Want als je data wil verzamelen, dan zul je daar ook voorzieningen voor moeten aantreffen. Tuurlijk. Wat je wel ziet, en dat, ik denk dat Abe dat wel herkent, is dat sommige kantoorpanden, die zijn echt heel smart. En die hebben overal beacons geplaatst. En die volgen dus eigenlijk de bewegingen binnen een pand. Het is eigenlijk net als een sportwedstrijd, dat je kan zien waar een aanvaller het meest heeft gelopen in het veld.
En aan de hand van heatmaps kun je dus zien waar de meeste activiteit heeft plaatsgevonden. Dat kan voor een softservice partij, bijvoorbeeld voor een schoonmaakpartij, kan dat heel praktisch zijn. Aan de andere kant is het ook zo dat je toch alles moet gaan bekijken en alles moet nalopen. Dus het heeft meer te maken met het reserveren en aan de voorkant goed organiseren van waar je mensen eigenlijk verblijven binnen het pand. Maar als ik bijvoorbeeld naar de winkelcentra kijk en ik kijk naar eigenlijk het grootste winkelcentrum van Nederland dat wij onderhouden, de Mall of the Netherlands in Leidschendam. Daar monitoren we heel nauwgezet alle bewegingen binnen bijvoorbeeld de sanitaire groepen, zodat we kunnen zien hoeveel traffic is daar en hoe verhouden zich die kosten nu met betrekking tot de softservice, dus echt schoonmaakkosten, maar ook het gebruik van je sanitaire voorzieningen. En ja, daar kun je bepaalde trends kun je daar uithalen. En daar zijn we ook continu over in gesprek. Dus en een van die dingen, dat vind ik ook wel interessant. We hadden het net over een bouwfout. Ik zeg niet dat het een bouwfout is. Maar wat we daar bijvoorbeeld zagen is dat, je moet je voorstellen, in dat winkelcentrum, daar komt nu, er wordt record op record gebroken. Daar komt per uur, komen daar 9000 unieke bezoekers. Nou, dat is op een dag. Is dat iets van 80 tot 90.000 mensen aan traffic binnen dat winkelcentrum. Dus die sanitaire groepen worden enorm belast. En op een bepaald moment bleek dus dat daar heel veel verstoppingen waren met alle gevolgen van dien. Dan ga je onderzoeken waar dat dan ligt. En nou, dat blijkt dus dat er iets in de riolering qua constructie iets niet goed zit. Wij als facilitaire partij gaan er gelijk op anticiperen. Dus je hebt speciaal toiletpapier en andere zaken. Die zorgen dat heel snel door het rioolsysteem heen gaat. Maar dat zijn dus allemaal dingen die je kan herleiden ook aan. Hey, vorige week hebben we 4000 bezoekers gehad binnen deze groep. En nu zijn dat 5. Zo haal je wel data uit gebouwen. En ik weet ook dat veel beheerders ook steeds meer data willen delen met hun huurders. Op allerlei gebieden hoor. Op het gebied van de groene agenda, MVO. Dus hoe groen is ons gebouw eigenlijk? Voldoen we aan de criteria? BREEAM, we hebben wel certificering. En wij als facilitaire partij kunnen daar ook wel op sommige delen ons voordeel mee doen. Ja, zeker. Ik wil toch nog even op aanhaken als dat kan. Claudia en Jan die vroegen net hoe kun je met die sensoren daar verschillen maken? Nou, als het gaat om zoninstraling kun je dat natuurlijk niet zoveel mee doen. Behalve dat je de zonwering zou kunnen sturen. Maar sensoren in kantoorgebouwen of andere werkgebouwen. Ja, je kunt natuurlijk wel heel veel van je operationele kosten reduceren. Doordat je gewoon veel effectiever de verwarming, de schoonmaak enzovoort kunt aansturen. Op het moment dat er wel of geen mensen zijn. Bovendien bouwen die dingen ook historie op. Dus die weten bijvoorbeeld, op donderdag is het druk op kantoor. En dan hoeft de aanvangstemperatuur lager te zijn. Omdat er om bijvoorbeeld 8:30 meteen al 100 mensen op een verdieping zijn. Die zelf ook warmte meebrengen. Dus daar zit, die techniek gaat steeds verder. En gaat zelfs zo ver dat op dit moment zijn er partijen. Die houden zelfs in de gaten hoe lang er bij de receptie beneden de gesprekken duren, zodat ze kunnen zien van welke vragen komen daar binnen? Kunnen we het zo organiseren dat die gesprekken korter duren, want dan kan er iemand minder bij de receptie beneden zitten. Dus dat wordt allemaal met digitaliteit opgelost. Overigens worden ook alle gezichten al ingescand bij sommige kantoren, zodat ze precies weten, die komt hier elke dag, dat is geen probleem. En zien ze een uniek geval, dat is iemand die is uniek, maar die gaat niet via de receptie, die wil direct naar binnen. Even deurtje dicht. Dus dat gebeurt allemaal. Oké, nou dat is in ieder geval supergoed te horen. Nou, ik denk dat we een hele mooie scope bij elkaar hebben gebracht. Van kennis en informatie om mensen op het puntje van de stoel te zetten om erbij te zijn op 28 februari bij CBRA in de ochtend in Amsterdam. Dus ik kan toch geen mooier iets bedenken om de dag mee te gaan beginnen dan praten over hoe we de gebouwen op deze manier eigenlijk kunnen optimaliseren door beter samen te werken. En daar ook gewoon de experts voor van tevoren, maar ook tijdens bij aan tafel te vragen. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie ons tijdens die ochtend allemaal gaan vertellen. Zouden jullie ieder voor zich een korte afsluiting willen geven? Wat jij in de kern gaat bespreken de 28e. Mag ik met jou beginnen, Abe? Ja, zeker. Dank, Claudia. Ja, van mijn kant natuurlijk denk aan
aansluitend op de andere. Wat meer gericht op de werkplekinrichting en facility management. En dat sluit gewoon aan op de rest. Dus de data hebben we voorbij horen komen. Aanpassen van gebouwen. Ik zit aan de achterkant van de keten. En Gert-Jan wat meer aan de voorkant. Ja, mooi. Pieter? Ja. Ja, ik zou eigenlijk één ding willen zeggen. En dat is gebruik de expertise van de facilitaire partners. Ja. Bij ontwikkeling van gebouwen. En dat is eigenlijk wat ik zou willen meegeven. Want het kan heel waardevol zijn. Gelijk, mooie titel voor de podcast. Oké. Okay. Samenwerken. Ja. Ja. Gert-Jan? Ja, ik zou graag denk ik de theoretische kader schetsen, zodat we een goed beeld krijgen van wat zijn nou eigenlijk de drivers om een gebouw te maken, waar moeten die aan voldoen, hoe verloopt nou zo'n proces, welke partijen heb je daarin en waar kun je nou het verschil maken om tussen die bar en die nar, dat uiteindelijk gewoon een stuk beter uitpakt, zowel in het voorproces, maar ook met de experts. Als zich een situatie voordoet, hoe kun je die dan het slimst oplossen? Nou, dat is natuurlijk heel lovenswaardig en alle belang om daarover in gesprek te gaan. En Jan, als een van de grootste eigenaren van vastgoed ter wereld. Het is weer gelukt, hè? Ja, het is weer gelukt, precies. Het is weer gelukt. In 2022 weer door Deka, dus ja. Briljant. Af en toe moeten we nog even laten zien wie de allergrootste is in de markt. Dat, in alle bescheidenheid. Nee, nou ja, wat natuurlijk voor ons als vanuit de investerings- en verhuurderskant belangrijk is, zeker voor die beleggers die een hele lange termijn horizon hebben, is joh, wat doet nou die OPEX en wat doet die CAPEX nou ten opzichte van je return on investment en je performance van een gebouw. Want ik hoor natuurlijk allerlei, en dat zal ik ook duidelijk maken in het seminar, ik hoor natuurlijk allerlei prachtige idealistische verhalen, maar uiteindelijk gaat het bij vastgoed, bij beleggers maar om drie dingen, geld, geld en geld. Er zijn geen andere factoren die voor een belegger belangrijk zijn. Dus ja, hoe groter de bijdrage van de business partners kan worden in het optimaliseren van de performance van een gebouw, hoe opener een belegger daarvoor zal staan natuurlijk. En dat wil ik eigenlijk dan even in de vorm van wat kort cijfermaterialen of een hele korte business case duidelijk maken waar het fout en goed kan gaan. Oh, nou, dat is natuurlijk super interessant. Fantastisch. Dan wil ik jullie heel erg bedanken. Mijn naam is Claudia van Haafden. Ik ben de founder van Associate Vastgoed. En ik kijk ernaar uit jullie alle te mogen verwelkomen op 28 februari bij CBRA in Amsterdam om 10 uur.